Onze gast vandaag is Kees Bredeland en mijn naam is Rietje Barels. Vanuit het Kleinhandelsgebouw in Sommelsdijk is dit de huiskamer. Champagne is een naam die alleen gebruikt mag worden voor wijn die afkomstig is uit de streek champagne. Het is beschermd. Voor Kees Bredeland is dat geen enkel probleem. Het product dat hij maakt noemt hij dood eenvoudig. Parel van Goeree. Welkom meneer Bredeland. Opgelost hè? Opgelost, ja. Ja. Geen rabarber champagne, maar rabarber bubbels. Ja natuurlijk, een rabarber ja. champagne mag dan ook niet natuurlijk. Nee, rabarber bubbels. Rabarber bubbels, altijd goed. Champagne, ja nee mag dus allemaal niet. Het is een beschermde naam. Maar ik weet uit ervaring dat er zijn veel meer bubbels die minstens zo lekker zijn, kwalitatief en qua smaak, als de echte champagne. Welke kent u? Noem eens wat. Ja, je hebt de uh, Cremant, uh, we waren ze in de Jura, dat was even, weet ik weet niet of het... Uh de naam niet meer, maar ook heel lekker. Ja, je hebt uh, wereldwijd zoveel soorten. Ja, maar we hebben toch ook, ja. zijn de cava's, kunnen we die er ook onder rekenen? Nee, ik vind van niet, want daar wordt uh, de koolzuur wordt, uh, later toegevoegd. Dat is niet volgens de methode traditioneel doen. gemaakt. Oké, okay. is dat nee. echt zo? Oh, ja, ik dacht... dat is zo. Ja, daarom is het zo'n stuk goedkoper. Ja, want dat oh. proces is veel korter. Dat stelt niet veel voor dat proces. Nee. Nee. Maar champagne, Want? dat is echt, dat moet volgens de methode traditioneel gemaakt zijn. Dus dat gaat in de fles, het de, de ja. wijn gaat in de fles, eerst zonder wordt, dat er nog bubbels in zitten? Eerst wordt er wijn gemaakt, dat wordt gelagerd in kelders, dan komt dat weer terug, dan wordt het allemaal bij elkaar, dan wordt het goede mengsel gemaakt en dan wordt er champagnegist toegevoegd. Dus een tweede gisting met champagnegist. En dan dat hele proces gaat dan verder tot en met het weer in de, in de flessen zit. Oh. Ja. Nou bent u 35 jaar geleden al begonnen met wijnmaken? Maar destijds begon u met appeltjes. En moet ik dan me voorstellen dat dat een soort cider was? Want appeltjes ken ik alleen als cider. Nee, dat was wijn. Ja. Echte appelwijn? Ja, appelwijn. Dus je voegt, echt, je voegt dan wijngist toe. En dan krijg je wijn. En als je champagne wil maken, dan voeg je champagnegist toe. Wat is, dan, wat is dat, niet gist? Wat is dat dan wat voor, voor iets? Waar moet ik daar aan, ja, de aan de denken? Ja, die champagnegist zorgt ervoor dat die bubbeltjes nee, Maar En hoe komen. ziet dat eruit? Is dat in poedervorm? Dat is of een, wat is een dat? korrelgist. Ja, het zijn hele kleine korreltjes. En hoe komt u daar ja. dan aan? Ja, die kan je kopen in een, uh, bij, een, uh, bij een groothandel in de wijnmakerijbenodigdheden. Dus wat ik vroeger, weet ik, in Den Haag zat er destijds een winkel op het grote plein en die heette De Gaper. En daar kon je ook allerlei wijnproducten kopen. Moet ik me zoiets voorstellen ja, daar, dat je daar al die ingrediënten ja, dan kunt kopen? Daar kan je dat kopen, ja. ja. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja, ja. Destijds waren het appeltjes van uw buurman. En dan denk ik, woont de buurman dan niet meer? Of... Uh... Nee, dat is de nee. reden dat u met andere dingen bent gaan experimenteren? Nou ja, dan denk je als het met appeltjes gaat, dan gaat het met peren ook. En met, uh, met frambozen en met uh, abrikozen, noem het allemaal maar op. Waar te veel van is, dat je niet aangegeten kan krijgen. Want ik heb een grote moestuin. En dan ga je met andere dingen ga je dat ook doen. En dan uh, lukt dat allemaal. Nou, en dan, uh... Dat lukt echt allemaal? Want ik heb het ook wel eens geprobeerd. Ja. Het werd een grote bende en het lukte niet Ja, hoor. niet altijd. Ik heb van kweeperen dat lukte niet. En van mispels lukte het niet. Van duindoornbessen, een heel gezond product, maar die kan je beter dan zo eten, maar dat lukte ook niet, dus het lukte wel eens wat niet. En er zijn ook mensen die van aardappelwijn maken, hè? van aardappelwijn. Ja, van oude schoenzolen kan je het nee, ook maken. Nee, 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 ik maak ja. geen grapje, nee, het is echt waar. Ja, ja, maar dat zou kunnen, dat is ja, je maar dat de, is u in ieder geval niet bekend. Ja, ja. Nou ben ik dol op champagne, op de rosé vooral. Door wie of waardoor kwam u nou op het idee om rabarber te gaan gebruiken om daar een wijn van te maken? Nou, ik maakte dus ook rabarber wijn. En uh, ja, ook heel lekker. En dan, zit je, dan ben je lid van een club En dan komt er een, dat was een Belg toen de tijd, dus jaren 15 geleden. En die kwam met een recept van rabarber champagne. Nou, en dan gaan de die gaan wat maken. Dus iedereen begon toen enthousiast. Maar grotendeels uh, uh, liep dat uit op een fiasco. Want uh, flessen kapot springen. Uh, te veel van dit, te weinig van dat. Kurken door het plafond. Uh, dat lukte niet echt goed. Maar ik ben daarmee doorgegaan. Nog een paar zijn ermee doorgegaan. En uh, ja, wij zijn daar, op een gegeven moment ging dat lukken. En uh, hadden we de zaak in de hand. Nou, en dat is dan zo is dat al die jaren zo doorgegaan. Dan nou had u het net erover: er is een gilde. U was aangesloten bij een gilde. Wat doet zo'n gilde dan? Is dat het uitwisselen van recepten en van ideeën ja. van de producten die jullie ja, maken? Ja, een wijngilde en uh, uh, proeven. Dus uh, de gildeleden maken het hele jaar door uh, wijn van allerlei uh, vruchten, maar ook van druiven. Druiven is steeds meer de laatste jaren toch wel in de opkomst uh, gekomen. Dit jaar heel goed gelukt met het goede weer. Nou, en dan wordt dat op zo'n gilde avond worden die wijnen geproefd. En die worden met keuringsformulieren wordt dan gekeurd. En dan uh, ja, dat is natuurlijk uh, heel leuk. Maar dat waren de wijnen. Nu bent u dus ja. bezig met uh, de parel van Gouray. Ja. En ik zie dan natuurlijk een prachtige oorkonde of decoratie. Wanneer heeft u die gekregen? Die krijg je. Ik heb hem nog nooit eerder gezien. Nee, nou dat is iets heel speciaals. Ik heb het Kunt u hem iets omhoog houden, dat we hem op camera kunnen zien? Oh ja, ja. het is een. Uh, ja, uh, zaterdag heb ik deze ontvangen. Ik heb, nu pas, pas uh, afgelopen pa zaterdag. ja, ik ben, Daarom vond ik het leuk voor deze avond om hem mee te nemen, want ik ben er best trots op. Nou, Hierin misschien dat het niet goed te zien is, maar hier zit dus de afgeslagen hals van de fles. Je ziet de kurk en nog een stukje glas. Maar dat betekent, dan moeten we misschien uitleggen, dat die fles gesabreerd is. Die dat betekent is dat je de fles zo vasthoudt, hè? Ja. En met het sabel. En heb je een sabel? Hoe ziet ja. zo'n sabel eruit? Een sabel dat is naar uh, origineel Frans model, een, een briket, wat Napoleon ook gebruikte, want het komt eigenlijk uit de tijd van Napoleon. Maar ik zal eerst zeggen dat ik dat dus uh, zaterdag ben ik dus uh, geïnaugureerd tot chevalier sabreur. Chevalier sabreur. Ja, op het zeilschip de Stedenmaagd in Lelystad, een van de mooiste zeilschepen van Nederland. Wist u dat u dat zou krijgen? Ja, dat is al tevoren allemaal natuurlijk uh, overlegd. Dat nou, komt toch ook een verrassing zijn? Nee, nee, want ik heb dus zelf heb ik moeten oefenen thuis en ook uh, zaterdag nog om vijf uur was er eerst nog een training om te laten zien dat je met goed gevolg die fles kan sabreren. Dus dat is, heeft zaterdag plaatsgevonden. Lijkt me heel leuk om ze iets te oefenen, want je moet ja. iedere keer een fles openmaken. Ja, dat wordt, ja die moet die fles Toch? moet allemaal leeggedronken worden. Ja, ja, ja je, moet dus, keer, uh, je moet iedere keer flink oefenen. Ja, dus, ja, ja. ja, dus uh, en, en, en zaterdag zijn er dus een vijftal uh, weer nieuwe chevaliers toegetreden tot, het, uh, tot de organisatie. En ook het schip De stedenmaagd is geïnaugureerd, dus uh, ja, die mogen vanaf nu ook bij meestal wordt het bij stijlvolle bruiloften, zakelijke evenementen. En zijn hun dus nu ook bevoegd om de eerste fles uh, champagne te sabreren. Ja, en ja. ook, ook het schip is, is uh, het schip. In, ja, Het schip? Ja, er zijn in, maar in Nederland... Maar betekent dat, dat het gedoopt wordt of vindt er een andere ceremonie plaats dan? Om het schip ook te inaugureren? Ja, met... Wat doen ze dan met het schip? Ja, met dat schip gebeurt verder niks. Het is hetzelfde is, uh, als het is in dit geval een schip. Het is het eerste schip wat bij de organisatie nu is uh, aangesloten, de organisatie Confrérie du Sabre En er zijn twintig CAVO's in Nederland aangesloten. Wat is een wat wat, wat, wat is hemelsnaam een CAVO? Een CAVO, een een normaal is een kelder, maar wat is nou ja? Nee, dat is een stijlvol restaurant die uh, vaak ook uh, champagneproeverijen organiseren en uh, ja, de, wat uh, exclusieve. Uh, uh, Uitspattingen, zeg ik maar. zo. En die, uh, dus de betere, de hogere klasse ja, restaurants. Ja, nou, en die hebben dus een, een maître sabreur. Die hebben ze zelf? Uh, ja, ja, die hebben ze zelf. Die zijn ook net zoals ik nu daarvoor geïnaugureerd. Ja, nou, ik heb dan zelf geen caveau, maar een eigen champagnebedrijf. En dan kan je daar ook dus uh, tot dat uh, gilden. Kan je toetreden. Maar ja. betekent dat dan bijvoorbeeld, stel dat ik hier, een, uh, hier op Goeree Overvlakke een bijzondere feest heb, of een, er is iets spectaculairs aan de hand, zou ik die, u, u dan kunnen inhuren om champagne voor ons te sabreren? Ja, dat kan. Ja, dat kan, ja, dat kan maar het is, niet, het is niet algemeen. Het is niet uh, de bedoeling, of wel? Ja, als u dat wilt, dat kan. En daarom heb ik dat ook gedaan, omdat dat in deze regio is dat niet. Want de meeste van die cafés bevinden zich toch in het midden van het land. En ik denk, ja, het is toch mooi als er in het Westen ook zoiets ja? is. Ja. Dus wij hebben nou ons eigen, eigen, dat heet Metre Sabreur? Hoe heet dat? Ja, Chevalier Sabreur. Ja, wow. dat, is, dat is de laagste rang. Als ik vijf jaar lid ben van het gilde, dan moet ik deze weer inleveren en dan krijg ik weer een exclusievere uitvoering. Ben je tien jaar lid, dan krijg je weer een exclusievere uitvoering. En zo kan je dus tot twintig jaar lid gaan. Maar dat heeft dus niet te maken, het heeft gewoon alleen met het aantal jaren dat u er bent. Het ja. heeft dus niet te maken met je ja. moet minstens elk jaar of in die vijf jaar. 200 flessen geopend hebben. Nee, dat uh, hangt niet af van het aantal flessen. Het hangt af van het aantal jaren dat je bij het gilde aangesloten bent. Als jij er vijf jaar bij aangesloten bent, dan wordt er geacht dat jij zodanig ervaring op gedaan hebt. Dat je dan weer de volgende stap uh, kan maken. Ja. Ik vind het ontzettend leuk. Het, ja, ik heb is ik heel leuk. het nog nooit Ja, ik had het ja. nog nooit gezien. Ik heb vrienden in Frankrijk heeft ja. ook een zo'n sabel. Hij kan ja. het heel goed. Ja. Ik zal eens vragen waarom hij geen, geen uh, chevalier is, dat ja. vind ik toch erg leuk? Um, hoe kwam de champagne, dat heb ik dan gehoord hoe er je erop kwam. Zijn de beginstappen om champagne te maken? Hetzelfde als die van wijn maken, dus water, suiker, gist. Uh, moet ik me dat voorstellen? Ja, dat komt in grote lijnen, zoals uh, de Rebarberschampagne gemaakt wordt. Daar, dat, kan je, dat proces dat gaat uh, wel volgens de methode traditioneel, daar kom ik zo nog wel even op terug. Maar uh, in feite is uh, wijn maken en champagne maken in grote lijnen hetzelfde. Met dit verschil uh, dat je niet de wijn helder laat worden in de fles. Mm. Hè, wijn die zet je in een fles, waterslot erop. Om de drie maanden overhevelen, ieder, weer overhevelen, net zolang tot de wijn helemaal helder is en uitgegist. En dan doe je het in de fles. Dan mag er dus geen druk op zitten of wat Want anders dan springt de fles kapot. Ja. Bij het verschil met champagne maken is dat je laat dat gisten. Met een veertien dagen, drie weken is dat zeg maar al uitgegist. Maar dat is nog een heel troebel gebeuren. Dus het zeepsopwater. Um, toch gaat dat in de fles. Maar die flessen, die worden dan op zijn kop neergezet. Uh, in die flessen zit een plastic kurk, dus een holle kurk. Ja. Die flessen worden op zijn kop in kratten neergezet en opgestapeld. En dan wordt het, het champagne wordt helder in de fles. Hey. En dat depot, dat zakt dan in die kurk. En dan ja, moet je ook een paar keer draaien, natuurlijk. Hè? En eh, als dat dan helder is, dan eh, worden de flessen, wordt de hals bevroren van de fles. Professioneel gebeurt dat met vloeibare stikstof, maar dat is een beetje gevaarlijk mm. voor de hobbyist. Dus eh, vandaar dat ik de flessen simpelweg in de vriezer zet, dan bevriest als eerste die hals. Daarmee is dat gistingsrecipient dat bevriest. Dan zet je voorzichtig de fles weer op zijn kop en dan een speciale hevel. Trek je ja, die, nou, die kurk eruit met dat bevroren goedje. En dan ga je een nieuwe kurk erop, een nieuwe muilkorf erop. En dan heb je een fles helder noemen jullie een muilkorf. Een muilkorf. Oh, wat leuk. Oh, wat leuk. Dat heet een muilkorf. Oh, wat leuk. Ja, dat wist ik niet. Het oh, ja. Ja. Nou, wist ik niet. In, in uh, Frans een muselet. Dus als we dat officieel doen, dan hebben we het niet over een muilkorf. Een muilkorf, maar een Dat we Klinkt een wel mueslain. leuker, natuurlijk. Ja, toch? ja. Uh, kun je elke soort rabarber gebruiken? Want ik ben dol op rabarber, maar ik ben wel de enige in mijn familie. Ja, het is sterker nog, het is zelfs beter. Er zijn 120 soorten rabarber overigens. Op Tessel is er een, een hobbykweker die heeft daar 120 soorten staan. En hetzelfde als met appelwijn maken, doe dat met zoveel mogelijk verschillende appels. En dat is met de champagne, de champagne ook zo. Dus je kan best verschillende soorten door elkaar uh, Maar ik dacht eigenlijk dat u de, de soort Goliath gebruikte, voornamelijk met ja, die in hele grote dikke stelen ja, en de in hoofdzaak. extra bladeren. Ja, de Goliath, maar ik heb ook die, die uh, soort staan met die rode stelen, maar... Ja, is Goliath groen dan alleen? Ja, die zijn wel, Dus zo'n stukje is er uh, rood en dan al gauw uh, bovenstukjes, ja die zijn zo lang oh? en dat is, dat is groen. Het oh, is heel hele lange. Ja, een hele lange grote. Ja, de, de, de zwaarste die ik dit jaar geoogst heb. Met het kontje eraf en het plat eraf. En zo'n stukje van de stengel gaat eraf. En dat stuk wat je dan over hebt. En dat was de zwaarste, één steel, 850 gram. Wow. Dus ja, dat is echt heel zwaar. Ja, dat is. Uh, ja. Nou, ken ik een rabarberplant, En ik weet, ik weet, dat zult u waarschijnlijk niet doen. Want het kost misschien een fles champagne, dat weet ik niet. Laat we ze wel eens doorgroeien. Want dan krijgen van die prachtige bloemen er ja, maar dat is eigenlijk dat uh, zodra als ik die bloemen zie, dan uh, gaan die eruit, want die roven te veel van de plant. Nee, maar het is wel mooi, hè? Ja, het is heel mooi. Het is echt ja, een hele mooie, mooie bloemen, ja. hè? He, het is die bijna ik... een soort berenklauw. Ja, hoor, het is verroven. een prachtig. Bloemen. Ja, ja. Begon als hobby, maar ik begrijp inmiddels dat u nu ambities veel verder strekken, hè? Want ik heb gelezen, alle voorwaarden zijn aanwezig om er een exquis product van te maken voor heel Nederland. Ja, dat klopt. Uh, drie jaar geleden hebben we er een bedrijf van gemaakt, want we, we zijn begonnen om naar streekmarkten te gaan en vers, kerstmarkten, heel leuk om het daar uh, aan de man te brengen. Maar ja, dat, uh, we kregen daardoor reclame, mond-op-mond -mond reclame en dat werd hoe langer hoe gekker. Ja en op een gegeven moment hebben we gezegd van nou we gaan het bedrijfsmatig doen, want dan kunnen we ook op een factuur een ja. restaurants leveren. Ja. En dat is dan natuurlijk leuk. Dus ja, sinds uh, drie jaar heb ik naast mijn uh, eerste, bouwkundig ja? adviesbureau, van origine ben ik bouwkundige. Ik heb twaalf jaar mijn eigen bedrijf. Ja. En daarnaast ben ik dan, uh, om de gaatjes te vullen die er barbers ja, heeft Maar dus, dus echt een, een hele nieuwe bedrijfsruimte. Ja, we hebben vorig jaar een nieuw uh, energie-neutraal huis gebouwd. En moet ik me dan voorstellen dat daar van die enorme vaten staan en een lambiek om te verwarmen en een pers en weet ik het allemaal. Ja, er staan we wel vaten, of? maar nog niet zo groot. Nee, we, we zijn nu begonnen met, uh, sinds uh, drie jaar geleden, we, ben ik begonnen met vaten van 60 liter. Omdat Hoeveel je... staan er dan? Ik ik heb dat nu... is best leuk, als er twee vaten, drie vaten ja. staan, is een leuk gezicht. Ja. Momenteel heb ik er vier staan, die staan te gisten. Want in het najaar doen we nog een naoogst en die staan nu te gisten. Ja, en dat is inderdaad hartstikke leuk. Die watersloten die staan te blubben. En dat is elke dag proeven. Bij de lunch uh, proeven wij, dan nemen we, dat noemen ze in Duitsland Vederwijzer. Dus dat is het gistende product en dat drink je dan bij de lunch. En daar kunt u waarschijnlijk al aan proeven hoe het eindresultaat ja, gaat zijn? Ja, dit moet al lekker zijn. Als dit, dit product niet lekker is, dan wordt de champagne ook niks. Nee, dus. Maar we hebben het nog niet meegemaakt dat we echt 60 liter weg konden gooien. Hoeveel alcohol zit er nou bijvoorbeeld in? in, in die, uh, want champagne heeft iets van 14 procent, hè? Nou, nee, al minder. Zeg minder? Maar, ja, het is, is zelfs als wijn. Zo 11,5 procent. Rond de 11,5 procent. 11,5 procent. Ja. En dat is, ja. Met, dat is bij u dus ook bij het product? Ja, ja elf, rond de 11,5 procent. En dat, wanneer ja. komt dat erin? Want hoeveel suiker gaat er bijvoorbeeld op. Want hoeveel. Nee, ja, nee, ik wil niet weten hoeveel fles. Ik wil het niet weten. <laughs> Ik wil het niet weten. Ja. Hoeveel maar fles, hoeveel kilo, bij heb je nodig om een fles champagne te maken? Dat wil ik wel graag weten. Ja, dat is wel een leuke vraag. Ja. Dat, die vraag krijgt natuurlijk wel meer. Ja, dat zit erin. Want ik ben er gewoon Dan gaat ongeveer dus je de van de, ge, zeg maar de gemiddelde rabarbersteel die je in de winkel koopt, he. dat zijn zulke steeltjes, zo dik. Dan gaat ongeveer anderhalve steel, twee stelen, gaan erin één fles. Oh, dat valt me mee? Ja. ja, dat valt ook mee. Ik dacht dat er misschien minstens een paar kilo voor gebruikt zou moeten worden. Nee, één fles. Nee, een paar kilo kan niet in één fles. Want een fles is. Maar nee, nee, maar ik weet. Ik denk dat, dat alles dat pulp wat eromheen zit. van de rabarber, Je gebruikt alleen het vocht. Ja, je gebruikt alleen het vocht. Dus de rest ja. gaat allemaal weg. Ja. De rest Daarom gaat weg. dacht ik dat je veel meer aan nodig ja. zou hebben. Ja. ja, nee, je hebt. Je hebt uh, uh, daar heb je genoeg aan. Uh, want anders zou het veel te zuur worden. Maar het wordt aangelengd met water. Waarin je suiker hebt opgelost. Want in rabarber zit ook. Veel te weinig suiker. Hè. Als je wijn maakt van druiven, daar doe je geen suiker bij. Want de druiven worden geacht ja. een voldoende hoeveelheid suiker te hebben om daarmee een alcoholpercentage van 10, 11, 12 mm. procent te bereiken. Bij Rebar behaal je dat niet. Dus je moet, dat, je moet suiker toevoegen. Vroegen jullie dat Want ik heb dus gelezen bijvoorbeeld. Het water dat u gebruikt is gevitaliseerd water met een zeer hoge bovenwaarde. Waardoor dit product, product een supergezond product is. Denk ja. ik, dat is kletsen, hè? Alcohol, ja. we moeten er allemaal van af. En dan gaat u beginnen met die, die champagne van mij. Die parel van Gouray, die is zo gezond als het maar kan. Ik wil het graag geloven. Dan neem ik het elke ochtend, middag en avond natuurlijk. Maar Wij zeggen altijd: een dag zonder champagne is een gezondheidsrisico. Maar ze zeggen ook dat rabarber. Kalk onttrekt aan je botten. Aan je nieren? Nee, aan je botten. Ja. Aan je nieren is niet erg. Dan gaan we misschien wat meer naar de wc. Ja, dat is maar, niet zo aan je nieren is ook erg. Maar dat klopt. Het onttrekt, ontkalk, het onttrekt kalk aan je lichaam. En dat moeten ja. we niet hebben. Nou, dat doen we uh, door middel van het toevoegen van neerslagkalk. He, oma deed dat vroeger ook al. Als is dat ook oma... gevitaliseerde water dan? Nee, u haalt even twee dingen door elkaar. Ja. Eerst maar over dat water. Dat water is gevitaliseerd. Ja. Dat betekent dat het energetisch gezuiverd is. Ja, ja het is eigenlijk heel simpel. Ons regenwater is van hele goede kwaliteit, uitzonderlijke kwaliteit zelfs. Dat betekent alle fysieke verontreiniging is eruit gehaald. Maar water heeft de geheugen. Kom je op het gebied van homeopathie. Water heeft een geheugen, dat is een informatiedrager. Water onthoudt dat het met chemicaliën, gifstoffen in aanraking geweest is. Dus als jij dat leidingwater drinkt, wat op zich goed te doen is, dan komt die informatie ook in het water wat in jouw lichaam is. Ons lichaam bestaat voor 75% uit water. Dus jouw lichaam neemt die informatie over en dat kan een ziekmakend effect hebben. Niet alleen dit natuurlijk, want als we ziek worden is dat een combinatie van veel factoren. Maar dat water kan een factor zijn. Nou, en die informatie van het water, die halen we eruit met die vitalizer. Dat is een, dat is een tankje, zeg maar, er zit een keramische Diabolo in. En in dat, dat water, dat, daar wordt een vortex in gecreëerd. Een vortex, dat, dat, die, die haalt die, die werking eruit, die informatie. In die keramische Diabolo vindt een implosie plaats. Een implosie is 270 keer krachtiger dan een explosie. En op het moment van die implosie is het water gereset. Alle plussen en minnen Dan is minnen. alles eruit en is het natuurlijk. Ja, dan staan alle plussen en minder weer in de goede volgorde. En op dat moment heeft dat water ook weer die hoge boviewaarde. waarde okay. ja, Bovy-waarde. En ik zeg Beauvier. Beauvier ja. ja, Fransman Bovie heeft dat uh, uh, ooit uitgevonden. Ja. Ik heb al een seintje gekregen, dus ik ga nog even door. Uh, het is bijzonder dat u alleen champagnegist toevoegt, maar bijvoorbeeld geen kleur, geur, smaakstoffen en zelfs geen sulfiet. Nee, sulfiet bezorgt je hoofdpijn, hè? geloof ik. Is het niet? Dus dat, daar ik helemaal niks ja, in, ja. maar proeven we dan pure champagne, Puer, pure rabarber? Uh, ja, je proeft uh, rabarber, maar soms is het wel, ik was nog uh, zaterdag bij de confrérie en daar heb ik het ook laten proeven en daar werd me gezegd, Kees, als je dit tussen andere champagne zou zeggen, dan zouden mensen dit kwalificeren als zijnde een champagne gemaakt van drijven. Zo dicht benadert het de echte champagne. Nee, ik vind het zo leuk omdat ik dacht: ik ben de enige in mijn hele familie en kenniskring die rabarber lekker vindt. Dus ik dacht: dat wordt schrikken. Als je een fles van die champagne koopt en je zegt: Nou, we nemen lekker allemaal een glas, dan heb ik, heb ik hem alleen, want niemand wil het drinken. Ja. Maar het smaakt dus niet naar rabarber. Ja, als je, als je het weet, dan proef je het. En wij krijgen ik weet, de reacties dat mensen: zeggen, ja, ja, ik proef de barbe. Ja, nee, als je het gezegd heeft waarschijnlijk. Ja, ja, maar ze, ja, maar dat weten ze, want parel van Goeree gemaakt voor de barbe. Dus de meeste mensen weten het als je het drinkt. En dan halen je het er wel uit. Ja. Als ik nou, ik weet wat gewone champagne kost, je hebt ze in allerlei soorten, kwaliteiten. Ik weet welke champagne ik lekker vind en de champagne die ik lekker vind, die zit rond de 20, 25 euro. Helemaal niet de champagnes van 60, 70 of nog veel duurder. Welke prijsklasse moet ik die rabarber van champagne van u rekenen? Ja, wij verkopen champagne voor 17 euro. 17 ja. euro, en waar kun je het kopen dan? Ja, bij ik heb ons. het al nooit gezien. Ja, alleen bij ons. Alleen ja, bij u? bij ons. En op vers. Hè. We waren maar kun je bij u ook flessen bestellen? Of moet je dan echt dozen bestellen? Hoe werkt dat? Nee hoor, dat kan. Dat kan. Als hij één fles wil hebben is goed. Als hij er zes wil hebben is ook goed. Dat kan. En de, dat is bij ons een huis verkrijgbaar. Ja. ja, we mogen eigenlijk geen reclame maken, maar ik denk toch dat als mensen wat geïnteresseerd zijn... <laughs> ja, dan moesten ze naar Stellendam toe komen, hè. aan de nieuwe weg 77. Nee, dan noem ik dat... Ja. Oh! Oh, dat ik niet mogen zeggen. Ik denk ik zeggen. dat allemaal niet. Oh. Ik denk, dan zeg ik alleen eens, kijk, kijk welke gasten we hier, te, welke, welke meneer we hier te gast hebben gehad. Ik heb het niet gezegd. Hartelijk dank voor uw komst. Veel succes. Graag gedaan. Gaat door. Dat gaan we zeker doen. En blijf nog even zitten, dan sluit ik aan. Is goed. Dat was het dan weer voor deze keer. En volgende week ben ik terug met andere gasten en een ander onderwerp. En als u thuis nu denkt, ik heb een activiteit. Een hobby of een onderwerp waarover ik graag eens met haar van gedachten wil wisselen, neem dan contact met ons op. Dat kan via huiskamergo@kpnplanet.nl en verder is deze uitzending terug te zien via de lokale zenders logo, maar ook via ziggo kanaal 36 en KPN kanaal 1371. Alle voorgaande uitzendingen zijn terug te zien via www.huiskamervanvlakke.nl. en deze uitzending is binnenkort ook terug te zien via mijn eigen Facebookpagina. Tot de volgende week.